Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. Vandaag ga ik op een trapveldje, recreatieveldje, ga ik lekker zoeken met de Q30. En ik ga elke target die ik graaf, ga ik de VDI-nummers laten zien en een klein beetje mijn gedachten erbij vertellen. Dus of ik het een mooi signaal vind of een slecht signaal en waarom ik dat vind. En dan ga ik ze uiteindelijk graven en laten zien wat er in het gaatje zit. Dus eigenlijk gewoon een soort, ik weet het niet. Ik denk dat het wel interessant is, laat ik het zo maar zeggen. Eerste muntje. Tenminste, dat zeg ik wel. Het was een strakke 70. Jawel. Daar is die. Wat is het? Wat is het? Ik heb geen idee wat het is. Er staat een autootje op. Nou, leuk. Vrij diep, zwak signaal. Rond de 60. En het wordt een dubbeltje, denk ik. Of een kwartje. Een kwartje. Leuk. Kwartje uit 19. 68 of 69. Niet zo heel goed lezen. En nog een eurootje. 66. 65. Die ligt er al even hoor. Hier. Stukje blik, helaas. Groot signaal. Als ik de schotel omhoog doe, dan zie je al dat hij best heel diep detecteert. 88 of 80. 79, 80. En hij schreeuwt. Als we nou nog eens verder gaan kijken. Dan zien we dat hij hier ligt, maar best heel groot is. Nou, we gaan hem toch even opgraven, kijken wat het is. Hier is het, denk ik. Nee, dit is het niet. Nou, een aluminium stukje pijp. Nou, mijn voorspelling was al niet heel veel goeds. Maar ja, het is toch een leermomentje. Een 60er. Begin 60. Hij is een beetje jumpy. 69, 68, maar een beetje jumpy en een beetje diep gelegen. Dus ik denk dat het een wat diepere vondst is of iets heel kleins. Nou, we gaan kijken. Dus het moet hier liggen. Daar zit het in. Kijk nou. Over iets kleins gesproken. Het is wel een heel klein knoopje.
aluminium. Nou, rond de 70, maar hij stompt een beetje af. Weet je dat? Pup, 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 doet hij. Nou, we gaan maar kijken wat het is. Nou, stompt hij nog meer af. Dus dan zal het iets van ijzer of... Hier ligt het in. Nou ja, zeg. Een kwartje. Nog een kwartje. Modelsignaal. Strakke 64-65. Mooie korte piep. En lekker fel. Dus het is een vaste VDI. Niet te groot materiaal. En hij ligt niet zo diep. Lekker voorspelbaar, 20 centjes. Dit is nou het grote nadeel van eurogeld. Je zou denken, dit is een spijker of iets van ijzer. Het signaal is heel kort en normaal gesproken filtert hij dit soort ijzertjes uit. Dus daarmee verraadt hij zich dat het geen ijzertje is. En de VDI is iets wat aan de hoge kant voor een ijzertje. Ja, het is wel ijzer, maar er zit nog wat meer bij. Het is namelijk gewoon 5 eurocent. Helemaal naar zijn galmiezen. Hier hebben we er weer een. Hij ligt redelijk ondiep. Mooie strakke toon. En een constante VDI van 59,60. Nou, graven maar. Niet zo diep, want dat is dus niet nodig. Zit al in het kluitje. Even kijken waar die in het kluitje zit. Ik denk zelfs dat hij heel ondiep in het kluitje zit. Wat ik dan doe is, dan probeer ik niet de hele kluit kapot te maken, maar dan probeer ik hem op een paar plekken te breken. En dan probeer ik eerst die gleuven even, kijken of het daarin zit. Nou, op zich pech. Helemaal een beetje pech. Zal het nou zo erg bovenop leggen? Misschien moet ik mijn pinpointer even aanzetten. Dan kom ik verder. Hier in het hoekje. Ja, daar is die. 10 centjes. Deze kluit verdient niet de schoonheidsprijs, maar probeer dan in ieder geval het dichtmaken dan zo netjes mogelijk te maken. Zo. Even netjes die randen aanstampen. En dan, als het goed is, zie je niks meer. En dat is een beetje de bedoeling. Ik weet niet of jullie hem zien zitten, maar er zit daar een halsbandpakiet.
En nou is dat vandaag aan de dag al niet zo heel bijzonder meer. Maar ik vind het wel leuk, want hij zit hier al in dat gaatje, daar in de teen van de boom. Daar, waar die splitst, daar zit hij in te broeden. En dat vind ik wel een leuk tafereeltje. Ik denk dat geef ik jullie even mee, zo tussen het zoeken door. Leuk hè? 42-43. Mooi strak geluid. Nou, graaf op me weer. Hij zit in het kluitje. Hier ergens. Het is een ritsje. Een ritsje. Kijk, normaal gesproken ben je altijd geneigd om voor de doelen te zoeken. Maar vergeet niet dat de gasten die een shirt uittrekken of een jas en hun fiets neerploffen, dat gebeurt altijd achter het doel. Dus loop zeker altijd even een rondje achter het doel langs. Prachtige 69. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem al omgeklapt had. Dus ik had het al gezien. €0,50. €0,10. Blikje paté. Blikje paté, weg ermee. Nou, ik had per ongeluk alweer gegraven. €79,80. En mijn voorspelling is dat het een gulden is. Hier zit hij. Hier zit hij niet. Hier zit hij. Ik denk zelfs dat het een knaak is. Ja, €2,50. Uit 1972. Leuk. Mooie statige munten waren dat. Heel leuk. Beetje rommelig geluidje. €34. Ja, het zou een treklipje kunnen zijn. Dat weet ik niet zeker. Het zou een treklipje kunnen zijn. Nou, we gaan wel even kijken. Kijk, het is een kwartje. En die kleine muntjes van nikkel, die wat dieper leggen, ja, die komen soms gewoon wat minder goed door. En als je nu weet, omdat je al verschillende gulden geld hebt gevonden, dat het er ligt, ja, dan moet je dit soort dingetjes eigenlijk zeker altijd even meepakken. Het is toch een kwartje. Dit was hem alweer, de aflevering van de Toy Soldier met de VDI's erbij. Vonden jullie die video nou leuk? Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren. Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Ja, dat was het alweer. Ik heb eigenlijk niks te melden verder. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.